Ja, is het zo? Nee, is het niet waar? Nou, dan niet. Rijka. Rijka. Nou, en dat mag je niet, nee. Mag niet aankomen. Nee. Gaat het stuk van. Ja. Ja, gaat het stuk van. Potverdikkie. Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag weer een dagje verder. Het is vandaag zaterdag 27 juni. En we leven om 13 uur en 28 minuutjes. Ja, bijna 2:30. Ik ga straks weer even lekker met Rijka lopen. Het is heel ander weer. Het zonnetje is wel bezig, maar we hebben ook slecht weer. We hebben vanochtend al onweer en bliksem en donder en weet ik van wat allemaal nog meer gehad. Harde wind, heel veel regen. Dus ja, amper om er doorheen te komen. Dus Rijka die wou er niet eens niet uit, die wou zelf de tuin niet in, die wou zelf niet naar beneden. Ik denk, nou ja, dan blijven we toch lekker leggen, het is zaterdag, dus ja. Zijn we dus lekker blijven leggen. En toen was ik er net al in, niet dat ik aangekleed was, maar ik was beneden. Maar ze wou niet naar beneden. Ze bleef boven. Ik dacht, oké. Gandalf is wel naar buiten gegaan vanochtend vroeg, maar die wou toen niet naar binnen. Ik denk, nou ja, dan blijf ik buiten, punt. En ik denk, dan komt dat straks wel. Ik ga nou eerst mijn gewassen aankleden, ja. Dus dat heb ik gedaan. En nou stond meneer op de picknicktafel voor het raam van, ik wil erin. Ik denk, nou wacht je maar. Want ik ga toch zo naar buiten. Ik doe enkel dat dunne jasje aan, hopen dat dat genoeg is. Misschien is dat nog wat te veel. Ja meisje, vertel jij het eens. Vertel het eens. Ja, is het zo? Nee, is het niet waar? Nou dan niet. Rijka. Rijka. Nou, die is Oost-Indisch doof. Rijka, hallo. He. Rijka, kiekeboe. Nou ja, oké, die wil er ook uit. Ja, dat moet ook nodig gebeuren. Dus we zien wat de dag ons brengen gaat. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of ik visite krijg, ik weet helemaal niks. Nee. Ik had van Jan van Dam wel eventjes een berichtje verwacht van ik ben in aantocht, maar ook dat niet. Dus die komt vandaag ook niet. Dus ik ben benieuwd of die morgen komt. Ik zal hem vandaag eens even ook bellen, kijken wat ik verwachten kan. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en we spreken elkaar later. Doei! Ja, lieve vrienden. Het is alweer aardig laat. Het is 18:27. Ik heb maar één keer gefilmd. Ik ben druk bezig voor YouTube. Ik heb nog niet gerenderd, maar ik heb wel allemaal al filmpjes in mappen gezet. Ik geloof dat ik er nog eentje moet doen, als ik het zo moet bekijken. 1 à 2. Maar er kwam wat tussendoor. En dat had weer met Facebook te maken. Karin een beetje van ja, sowieso. Nou, die heb ik geholpen. Nog een andere hulp even ingeschakeld. En dat is onze lieftallige Fred van der Kaap. Ja, ook die was van de partij. Nou ja, toen had ik net opgehangen, tenminste met Karin opgehangen. Ik was nog met Fred aan de telefoon. Ja, je hebt 2 telefoons, dus ja, je kind. In groepsverband praten. En toen belde Jan van Dam. Nou, ook hartstikke leuk. En die komt morgen. Dus helemaal topgezellig. Woepie. En dan ga ik met Rijka aan de loop. Dat is een kleine deugniet vandaag. Want ze nam iedere keer met dweil mee naar buiten. Die ik hier iedere keer op de grond heb leggen vanwege nat weer. Ik heb hem nou op de kachel moeten leggen.
Want ze sleepte hem mee naar buiten. Ze dacht dat het haar doek was. Maar ze had 2 doeken in de box. En ze had van de parasolvoet dat lichte ronde dingetje. Dat is dus een dekseltje. Die had ze eraf gekregen. Terwijl ik hem er met moeite erin had gekregen daarnet. Ik kreeg hem er met moeite erin en zij had hem eruit. Ja, kennen jullie dat? Nou, en dat mag je niet. Nee. Mag niet aankomen. Nee. Gaat het stuk van. Ja. Ja, gaat het stuk van. Potverdikkie. Gaan we grommen. Gaan we grommen. En nou? Hé, en nou? Ja? Oh, wou je het goed maken. Oké. Okay. Boefie. Dus ja, van alles en nog wat. Een beetje druk, mijn haar zit helemaal niet goed. Ik heb het ook ontzettend warm gehad. Ik heb zitten te zweten en alles. Nou, het zit niet helemaal zoals het moet. Ik moet even voor de spiegel gaan staan. Ik laat jullie even staan, geduld. Even mijn bril neerleggen. Ik ben zo weer retour. Even een haar kantelhaar. Ja, we gaan zo wandelen. Die heeft mijn bril weer op. Dan zien we niks. Zo. Nou, dan zit het in ieder geval weer wat beter, wat fraaier. Ik ga het tuig omdoen en dan kan ik Rijke aanlijnen en dan gaan we lekker wandelen, ik zou zeggen. Tot straks maar weer en geniet nog verder van jullie avond. En als jullie nog eten moeten, zoals ik, smakelijk eten, bon appetit en... Doei!